Het is vrijdag, het is vrijdagmiddag en dus is het tijd voor de vrijdagmiddagborrel. En niet zomaar een borrel, wij zitten aan de thee, aan het water. Heb jij wat te drinken eigenlijk, Arnoud? Ik heb een lege kop koffie. Klinkt als een nieuwe song van Guus Meeuwis. Het is echt zo'n slechte borrel dit. Dana Winner, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, in Flevoland. Ja, hoe lang heb je gereden? Ben je met vliegtuig of met de auto gekomen? Nee, ik had gisteren repetitie gehad en we zijn er gisteravond nog vertrokken naar Sneek. Daar hebben we geslapen en dan ben ik dus morgen eerst naar Sneek gegaan en nu zitten we hier. Aha, een soort wereldtournee voor jou, of niet? Ja, ja, je bent wel gewend om veel te reizen, denk ik. Ja, maar maar de laatste tijd natuurlijk, de laatste jaren is het natuurlijk wat minder, want we gingen normaal gezien naar Zuid-Afrika gaan, dat is dan niet doorgegaan. Omwille van corona, daar gaan we volgend jaar weer terug naartoe. Oké. Wat mooi. Als ik het goed begrepen heb, zit je eigenlijk aan de vooravond van een hele drukke periode. Ja. Want weekend sta je... Nee, volgend weekend. Volgend weekend sta je in een leuk zaaltje in België. Ja. Een leuk zaaltje. Hoeveel mensen gaan daarin? 12.000. 12.000. Ja. Het Sportpaleis. Sportpaleis in Antwerpen ligt zo mooi langs de ring daar. Ja, dat is altijd supergoed gelegen. Ja. Daar staan echt de groten van de hele aarde. Ik heb er al in het verleden gestaan. Het was leuk, maar dat hebben we nu 2 jaar moeten uitstellen met corona. En ik ben blij, want het wordt nu echt wel tijd dat ik het kan gaan doen. Mm-hmm. En wat mensen is het beu, hè? Ja, zeker. Ja. Siep van de Ploeg ook, goedemiddag. Dat lijkt me inderdaad wel een droom om daar nog een keer te spelen. Nou, kom af, jongen. Ik wilde net vragen, heb jij volgende week wat te doen? Waarschijnlijk wel. Ja, ik kan het me even nu niet voor de geest halen wat precies. Maar waarschijnlijk sta ik wel ergens op een podium. Maar je hebt nog nooit in het Sportpaleis in Antwerpen gestaan? Nee, nog nooit. Nee. Hoe gaan we in Nederland zo'n beetje elk paleis gehad en zaal en... Tot aan de Arena en het Gelredome toe. Maar in België zijn we nooit echt doorgebroken. We zijn met de kast, hebben het wel geprobeerd. Maar het is een totaal andere wereld. We zijn nooit uit de kast gekomen. Nee, in België en we zijn er niet. Nee, we zijn er wel even uitgekomen. We zitten er ook weer in. Heeft dat dan ook weer te maken met de Friese taal? Dat in het Nederlands is voor Belgen volgens mij al... Nou, dat is redelijk geaccepteerd tegenwoordig, toch? De Nederlanders zijn een goed op opkomst. Ja. Maar Fries... Dat niet. Juist wel. Crescent was niet Fries. Twarres was Fries. Twarres. En die hebben zelfs nummer 1 hit gehad in België. Weer Bistel. Zoveel jaren geleden, ja. Klopt. En toen hebben ze hebben het ook met ons geprobeerd, maar... Waar zou dat aan gelegen hebben? Ja, waarschijnlijk. Samen op de reiskosten, denk ik. De reiskosten, ja. Friesland, België en weer terug natuurlijk. Een retourtje. Dat was meer dan de hele gage van de hele band bij elkaar. Ja, nee, maar we hebben er wel een paar... De Gentse feesten hebben we bijvoorbeeld gespeeld. Ik vond het echt fantastisch. Dat is ook leuk. En wat radiodingen gedaan, televisie. Maar het is echt een andere wereld. Je moet er echt in investeren. En nou, jij bent nu in Friesland geweest. Je weet hoe een stuk dat rijden is. Ja. En dan gingen we voor een tv'tje van 2 minuten... weliswaar ook nog voor een playback optreden. En dan een klein interviewtje. Gingen we helemaal naar België. Nou, dan, na 3 keer hadden we dat wel gezien. Ja, dat kan blijven lekker. Siep, hoe is het? Ja, wel goed. Ja, want er gaat een hoop gebeuren nu. Ja, zeker. We zitten met de kast in een mooi proces van een nieuwe plaat. Die is bijna klaar. En vanochtend een luistersessie gehad met in de studio, wat zo'n beetje afgemixt is. Kleine puntjes op de i. Ja, sinds jaren weer een nieuwe plaat. Dus dat is. Wat voor plaat is dat dan? Is dat een echte de kastplaat? Het is echt een de kastplaat, ja. Ja, ik doe natuurlijk meerdere dingen op het podium en zo. Maar dit is echt een bij elkaar door onszelf geschreven eigen werk. Nieuw materiaal met Friestalig en Nederlandstalig. Ja, want ik heb begrepen, Siep, dat je er wel de tijd voor hebt genomen. Dat het toch een andere productie is dan dat jullie voorheen deden met de kast. Nou ja, we hadden natuurlijk, we hebben vaak jaar op jaar een cd uitgebracht. En dan waren we zo eager en zoveel liedjes. Dat was zo'n enorm veel inspiratie. We hebben er nu wat langer over gedaan. Omdat we ook allemaal andere projecten zijn gaan doen. En de kast is nu, wat het in de jaren 90 ook was, weer een hobbyband. Ja. Dus, zelfde bezetting? Ja, zelfde bezetting, ja. Ik vraag me af, hoe zijn jullie weer bij elkaar gekomen? Jullie zijn elkaar toch wel uit het oog verloren op een gegeven ogenblik. We gaan even helemaal terug naar 2002. Toen zijn we gestopt, hadden een afscheidsconcert. Toen wilde ik wat andere dingen doen. Nou, dat heeft 4 jaar geduurd voordat we weer wat gingen doen. En nu is het om de zoveel jaar een theatertoertje en een plaat maken. En het is gewoon hartstikke leuk. Ja, je hebt heel veel andere dingen gedaan. Musical, Rembrandt, musical ook.
Maar dat is eigenlijk ook maar eenmalig geweest. Was je daar toen al die zat van? Nee hoor, ik heb wel meer gedaan. Maar totaal niet, niet succesvol. Groot. Nee, dat is ook niet waar. Nee. Ik doe Motel West Coast natuurlijk. Ja, ik sta vanavond in Kampen met de Stans Beatles Battle, waarin ik Mick Jagger mag spelen. Met Edward Rekers ook? We gaan van Edward Rekers, dus we doen van alles. Ja. En dat vind ik ook mooi. Ik vind het heel knap als mensen één ding doen. Ik kan dat niet. Dat was dus toen eigenlijk ook een beetje het wringen binnen de kast. Dat jij eigenlijk ook andere dingen wilde doen, maar wat niet binnen de kast past. Ja, dat is ook wel hoor. We hadden 10 jaar, Peter, mijn neef, die zit met gitaar daar. En we hadden allemaal wel plannen van, we willen nog wat anders doen. We hadden er hard voor gewerkt. En je elke keer dezelfde zaal en hetzelfde repertoire. Mm-hmm. Daarna doe je ook zoveel eigenlijk, of niet? Moet je ze wat vernieuwen. Ja, ik doe ook elk jaar die theatertour. We doen die kerstconcerten. Mijn voorjaar en mijn najaar zijn altijd druk. Voor mij zijn de zomers iets minder druk. Maar dan proberen we dan in die periode wel wat dingen op te nemen. Ja. Eigenlijk is de wereld is precies omgedraaid. Hè? Siep met de kast is populair in Nederland. In België minder, veel minder. En jij in België, super, super populair. Uitverkochte concerten, grote stadions bijna. En in Nederland kennen de meeste mensen jou van theater. En Westenwind komt nog altijd weer voorbij. Ja, prachtige single, hoor. Dat is natuurlijk omdat dat eerste nummer is wat daar hier uitkwam. Wat de mensen aan iets konden linken van Nederland. En dan ben je daar natuurlijk altijd, blijf je daar aan hangen. Maar je doet zoveel meer dingen. Want ondertussen ben ik 30 jaar, meer dan 30 jaar bezig. Ja. Heb ik zoveel bij elkaar gezongen met die mooie pareltjes. En dat vind ik het spijtige van een cd. Mensen steken heel veel tijd in een cd. En dan gaan platenfirma bepaalt dan, maar dit wordt de single. Natuurlijk is dat het meest populaire, maar er staan zoveel mooie dingen op die het daglicht niet zien. En die kan je dan natuurlijk wel in een theater gaan brengen, wat dan wel heel leuk is om te doen, want dan heb je daar een verhaal over om te vertellen. Ja. Het is niet alleen België en Nederland, maar het is ook welke andere landen? Duitsland, Denemarken of zo? Zuid-Afrika noemde je. Zuid-Afrika, allemaal. Oostenrijk, Zwitserland. Dat zijn allemaal landen die jou in het hart hebben gesloten. Zit daar verschil in die landen, qua publiek? Ja, Duitsstalige publiek. Ik heb daar voornamelijk tv's gedaan. Dat heb ik daar eigenlijk gedaan in de voorbije jaren, want de laatste jaren. Dat is niet slecht hoor, want als je bij Duitsland op televisie komt, dan word je meteen door miljoenen mensen. Ja, en ik had toen Geef de Kinderen de Wereld. Geef die kinderen aan de wereld. En dus hebben we dat dan dadelijk aan een goed doel gekoppeld. Ja, dat was dan natuurlijk in een uitzending waar inderdaad miljoenen mensen naar keken. Ja, dan gaat het natuurlijk wel snel. Maar zo snel als het gaat, zo gaat het ook heel snel. Want je moet eigenlijk natuurlijk in de running blijven. Ondertussen merken wij ook, Nederland heeft een ongelooflijk arsenaal aan artiesten. Want het is precies dat jullie ze van de straat plukken en ze op een podium zetten. Bij ons in België is dat natuurlijk ook zo. Er komen heel veel artiesten. En dan merken we toch wel, en daar ben ik eigenlijk wel blij om, dat ik dat traject ben kunnen blijven afleggen. Want mijn vader die zei altijd, het gaat misschien makkelijk zijn om die top te bereiken, maar om op die top te blijven staan, dat is moeilijk. Ja. En nu zie je heel veel mensen komen en dan merk je toch, 7 vette jaren, 7 magere jaren. En dan terug opnieuw naar die het blijft toch elke keer een uitdaging. Maar je zit nu aan het begin van de 7 vette jaren weer, hè? Ja, dat weet ik niet. Dus nu is inderdaad is alles. Okay. Maar dan wat er dan overblijft, een beetje het kaf van het koren scheiden, denk ik. Ja, zij heeft een hele mooie carrière ook in Nederland natuurlijk. Hè. Als je hier in theaters kan staan, voor volle zalen. Maar dat doe ik graag. Want ik ga nu naar Antwerpen en dan denk ik van, dat is een grote zaal, dat is leuk om te doen. En Ronan Keating en Il Divo heb ik uitgenodigd. Dus dat is leuk. Maar die kleine zalen is zo leuk, want ik heb veel meer contact met jou nu dan dat ik in het sportpaleis sta. Want denk van, big world, maar we toch, zijn eigenlijk maar kleine mensjes. Maar toch is dat wel het beroep. Als je dat kan, zo'n groot sportpaleis kan doen, dan ben je een echte entertainer. En dat is wat de meeste nieuwe artiesten, die zo van de straat worden geplukt en op podium worden gezet voor zo'n 600.000 mensen, die komen dan in zo'n zaal en die schrikken zich helemaal de pp. En ik weet niet wat ik moet doen. En dan zie je wie een echte artiest is en wie niet. Ja, dat is ook heel, om dat te bereiken, om zo ver te komen, om zo'n grote zaal te kunnen spelen, daar heb je soms jaren voor nodig. En van nu, voor artiesten van nu, om daar te komen, is heel erg moeilijk. Voor ons was het al moeilijk, maar het is nu denk ik nog moeilijk. Omdat ze die ervaring ook niet hebben. Soms heb ik wel het gevoel dat mensen die, ze hebben de voice. Hè? Mensen werken dadelijk met in-ear systeem. Ik ben beginnen zingen op een bak bier. En ik dacht, echt slecht geluid. Echt
heel asje slecht geluid. En toch moesten we live werken. Want ik vind ook, als je morgen pretendeert om artiest te zijn, dan moet je live werken. Ja. En dan stond ik soms ook tussen mensen die stonden te playbacken. En dan denk ik van, fuck, ik zit hier met een nikkel af te draaien. Slecht, want het komt dan niet goed over. En iemand staat er full playback. Yeah! De pannen van het dak. En denk ik van, en toch denk ik van, dat is wel iets waar dat we het voor doen. Want we doen het graag. En dan moeten de mensen ook weten, oké, ik heb mijn ticket betaald. Dat heeft mij geld gekost. Dan wil ik ook wel een artiest live bezig zien. Je bent toch maar blij dat die meiden van de volleybal je op hebben gegeven destijds voor die wedstrijd, hè? Ja, toen was ik echt niet leuk. Dat vond ik niet leuk, want ik doe mijn job ongelooflijk graag. Maar ik sport ook heel erg graag. En toen ze mij ingeschreven, dan dacht ik van, wat moet ik nu gaan doen? Ja, maar je hebt geen spijt van gehad, uiteindelijk, nee, toch? Nee, ik had maar een kleintje. Sport had ik het niet zo ver gebracht, denk ik. Siep, de nieuwe single, De Tijd is van mij. Dat klopt. Wie gaan heeft hem geschreven? Ja, zeker gaan we hem draaien. Want je wilde hem niet live spelen. Daar zijn we hier ook. Waar gaat hij over? Hoe is hij ontstaan? Nou, dat is eigenlijk ontstaan. Ik was op vakantie met een heel oud campertje. Met mijn gezin in Spanje. En ik reed daar en het ding maakte heel slecht voor het milieu ook. Heel veel zwaarder ook kwam eruit. Maar ik was op een mooi campertje aan de kust. En ik met mijn kleintjes achter in de auto. En we hadden zoveel plezier. En toen kwam dat liedje in mijn hoofd. En dat is alweer 3 jaar geleden. Zo spontaan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat viel. En toen hebben we dat met de band uitgewerkt. En Sietse heeft nog de coupletjes erbij geschreven qua tekst. En zo is het gegaan. Maar de titel is ook echt voor jou. De Tijd is van mij. Dat realiseer je. Ja, dat heeft ook wel te maken. Ik wilde ook met een licht. We wilden ook met een vrolijk licht nummer komen. Want we hebben natuurlijk allemaal van die zware liefdesverdriet, ballads en noem maar op. We wilden met iets komen wat gewoon fris was. En waar je goede zin van krijgt. Waar je positief van wordt. En De Tijd is van mij, zo voel ik dat ook. Ik heb ook vaak gehad met muziek en met dat er te veel grote dingen waren en dat ik te veel druk voelde. En nu heb ik zoiets van, ja, ik ben erachter gekomen ook in de corona van hoe fantastisch beroep ik heb. Ik had wel zoiets van, oh, moet ik alweer dit, moet ik alweer dat. Mm-hmm. Maar nu sta ik elke avond met heel veel plezier, toen ook wel, maar nu sta ik met elke avond met heel veel plezier op het podium. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schemer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant. Ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te ver voor mij alleen. Ik moet er wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten.
En het hangt van mijn gevoel, mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag zou ik met mijn wilskracht naar de hemel kunnen stijgen. De rotsen laten splijten om jou terug te krijgen. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. Het is alleen nog maar het hart van mijn gevoel. Maar je zei ook, in een naaiendij doen we ook nog. Ja. Fantastisch. Ah, oh, geweldig. De kast, in een naaiendij. Gaan we ook gelijk doen. Ja, oh, dat is ook meteen erachteraan. Gelijk erachteraan. Dit is net een concert. Kom op. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als het de dijk, de morgen is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, never bang, het hoeft niet meer. De zilgen dij beginnen. Dat ik net bij die ben. Je noemde vaders ring zonder zee. Ja, maar die hond, ja, maar die het. Al zo het doos met mij. Hier is mijn hond, hier is mijn het. Mijn besteen ondij, lang wie het kort, en zuster, als komt het dij, vindt het lucht zien wij in een nije dij. Ik kwam net uit de rier, het baat dat ik hier, het wie zonder eind. Die er wie, het her dat ik hier, het wie verzijn. Want ik ga mij aan dat jong, mijn zils in dat voel, begin op een eind. Ja, de leefde had woon, het was meesken boon, maar voel me vrij. Zul je in die beginnen, dat ik net bij die ben. Je noemt van is ren, zonder zin. Ja, maar dit hond, ja, maar dit het, als zo het doos mijn mind. Hier is mijn hond, hier is mijn het. Mijn besteen ondijn, lang wie het kan, en
Mijn zuster, als komt te die, vindt het lucht zien. En zuster, als komt er daar, vindt het lucht zien wij in een nieuwe tijd, in een nieuwe tijd. Dit is echt fantastisch. Je komt erbij zien. Dus oh, wat heerlijk. Niet te bedenken dat dit gewoon ook niet in België gewoon echt mega succesvol is. Ik versta het gewoon. Ik versta er niet van. Het laatste liedje versta ik niet veel. Maar nee, bij ik ook niet, hoor. Het is zo'n mooi nummer. Maar, het is wel een mooi nummer. Muziek is universeel. Dus ja, dat is emotie waar, ja, dit absoluut. Gewoon ook. Fantastisch. Tijdens het liedje kreeg ik een idee. Ik denk, als Daan het nou gewoon uit gaat brengen in het Nederlands. Of een duet. Ja. Dat in België, dan wordt het alsnog ook daar een grote. Ja, dat denk ik ook. Met dat zo'n denk ik groot zeker. Publiek. Ja, absoluut. Heeft. Ja. Ik vind het in ieder geval een eer dat je het hier vandaag live hebt kunnen spelen. We draaien even snel muziek en dan gaan we de boel ombouwen. Want dan gaan we daarna ook nog live horen. Ja, oh, we leggen nu de druk wel heel erg hoog natuurlijk. Ja. Door jouw ogen zie ik mij. In jouw blik en in hoe jij kijkt. En iets in jou weerspiegelt terug naar mij. In jouw armen voel ik pijn, maar jij weet dat dat iets moois kan zijn. En als jij naar huis wil, mag je terug naar mij. Al ben je niet dichtbij, je mag terug naar mij. Laat er eens van jou, waar je ook zal komen. En waar en ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. En morgen is begonnen, heel de wereld in je hand. En ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. Ik denk aan vroeger, aan hoe jij toen was. Onbezonnen rennen door het hoge gras. Er is veel veranderd, jij bent uit mijn handen. Weet dat ik van je hou, later is van jou. Waar je ook zal komen, en waar je ook belandt. En ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. En morgen is begonnen, heel de wereld. En ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. Er is veel veranderd, jij bent uit mijn handen, weet dat ik van je. En ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. En morgen is begonnen, heel de wereld in je hand. En ook al lijken soms de nachten lang, weet, later is van jou. Wow, prachtig. Wat een fantastisch goede nieuwe single. Daarna komt er ook nog even bij. Lekker is dit, hè, Siep? Oh. Nou ja, die titels die lijken heel erg met elkaar te maken, zou ik net te denken. De tijd is van mij en later is van jou. Want het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Ik voel een theatertour, de gast met Dana Winner. Mooi liedje. Ja, je hebt al Roland Keating, Il Divo. Ik denk dat de kast daar best bij kan. Ja, absoluut. Ja, maar zoveel te meer kassen. Ik ben heel blij als er mensen op bezoek komen. Heel graag. Ja. Nou, wij komen ook op bezoek. Siep, nog 4 weken, hè?
dan is het gaat het toerloos. Ja. Klopt. In ja. Emmeloord. In, juist. Jullie provincie. Ik wil het nou net zeggen. Ja, in Emmeloord, daar start je. Wat de tour te start is dat wat voor tour wordt het? Ja, het is een jubileumtour natuurlijk. We bestaan 30 jaar, of eigenlijk 32 jaar. Maar 2 jaar zijn even in rook opgegaan. Dus vooral de hits van toen en het nieuwe werk. En we gaan gewoon terugkijken en al die mensen weer ontmoeten die we gemist hebben de laatste jaren. De fans zijn jullie wel trouw gebleven, toch? Zeker, ja. Absoluut. Ja, dat is echt een heel mooie. We hebben een heel mooi publiek met hele fijne fans en mensen die vaak komen bij optredens en goede band mee. Ja, dat heb jij ook. Hè? Dus dit achtervolg je gewoon waar je ook naartoe gaat. Ja, maar dat is ook iets wat je eigenlijk opbouwt. Ik heb dat van in het begin gedaan, die mensen echt onderhouden. Dus wat ik ook zeg, die betalen wel jouw tickets. En dat is allemaal niet zo. Wij vinden dat misschien allemaal een evidentie, maar dat is niet zo. Mensen betalen om naar jou te komen kijken. Dan denk ik ook van ja, dat moet je voor een stuk onderhouden, want dat verdienen ze wel. Ja. En in Nederland komen ze ook met grote getalen. Je gaat nu naar het Sportpaleis, volgend weekend is dat. Dan heb je een hele grote kersttour. Ja, daar wil ik nog even iets over horen. Want de kersttour, ik zie alleen maar kerst. Ja, kerst. Wat is dat voor? Ik vind het zo leuk om te doen. Wij gaan eigenlijk in de kerken kerstconcerten geven. Dat kan je eigenlijk het beste in een kerk doen. En dan wordt de kerk heel mooi uitgelicht. Echt een hele gezellige sfeer. Mooi. Ik kijk daar elk jaar enorm naar uit. Je gaat in ieder geval de mensen weer een mooie tijd van het jaar geven. Ja, en ik leef dan ook zo erg naar kerstmis toe. Want we starten begin van december. En dan loopt dat tot begin januari. Echt leuk. En dan met de kerstdagen zelf lig je uitgeteld op de bank thuis. Ja, dat vieren we met de familie kerstmis. Maar dat is wel leuk, ja. Daarna, wat wij heel erg leuk vinden, in februari volgens mij begint er een Nederlandse tour. Hè? Ja. Ja, die begint in Panningen, maar ik zie toevallig ook wat het voor ons het dichtstbij is. 3 februari in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Ook een hele mooie zaal. Ja. Leuk backstage is het daar, heel groot ook. Maar dat is het dichtstbij voor ons. Ja. Daar kijk je ook naar uit, denk ik. Wel, ja, absoluut. Theatertour is ook altijd. Het is leuk om verschillende dingen te kunnen doen. En ook elke keer toch in een andere sfeer. Andere. Ja, ja dit heeft toch wel iets. Maar je bent er zo vaak in Nederland, je kan beter hier komen wonen. Ja. Ik kom heel graag naar Nederland, maar ik blijf toch in hart en nieren een Belg. Dat is maar goed ook, denk ik. Ja, dan komen jullie maar op bezoek bij mij, is ook goed. Dat doen we met alle liefde. Zie met jou? Graag. Blijf je altijd in Friesland? Of, Ja, ik blijf absoluut in Friesland. Ja, ik heb ooit in Amsterdam 2 jaar gewoond, maar dat was ik niet gelukkig. Ik zat meer in het Amsterdamse bos dan dat ik in de stad was. Nee, ik ben echt een jongen van de natuur en van het platteland. En dat vind ik heerlijk om tot rust te komen in alle drukte. Ja. Dus, en om inspiratie te krijgen voor liedjes en zo, dat werkt voor mij het beste. Kunnen jullie aan de fans beloven van voorlopig gaan we de komende 30 jaar er nog niet mee stoppen? Dat beloof ik bij deze. Ja. Heel fijn dan ook. Dit is nog niet het laatste album van jullie geweest. Jullie zijn alweer bezig met nieuw, denk ik ook. Nee, we hadden vanochtend nog zo'n gesprek. Ik vond eigenlijk dat er nog een paar liedjes bij moesten. Maar we hebben nu afgesproken dat we binnen 3 jaar weer een nieuw album gaan maken. Vroeger had je de dubbelalbums, hè? Ja. Twee vinylplaten gewoon in elkaar. Ja, maar het is wel wat Dana ook zo net zei. Van, er komen er 2 singles vanaf en de rest wordt een beetje weggemoffeld. En dat speel je amper meer. Maar als ik dan op die songteksten.nl kijk hoeveel liedjes wij hebben gemaakt. In 100 liedjes. Ja. Ga je kerstliedje zijn er maar een paar maken? Hits tussen. En nog een kerstliedje maken? Hebben we ook al gemaakt. Ik ben ook fan van kerst. En, tegen die tijd hebben wij ook weer kerst hier. Het zou leuk zijn als jullie ook kunnen komen. Moet je wel in smoking, zie. Dat wordt lastig. Maar alleen boven, toch? Ja, alleen boven. Dat hier. Open Onen, in Duitsland. Siep, Dana, dank je wel dat jullie hier waren. Het was echt reuze gezellig. Een bomvolle vrijdagmiddagborrel. Ja. Heel veel succes. En nog over een paar weken in Emmeloord, daar spelen jullie in het voorhuis. Ik kom zeker even kijken. Heel veel succes. Dana, dank je wel. Goede reis terug naar België. Dank je wel. Succes met de kersttour. En tot in Nederland en volgend jaar. Heel goed, dank je wel. Komen we zeker weer. Dank je wel.